We zijn net bij Mercy House geweest en we hebben daar muziekles gegeven. We begonnen met het ritmespelletje, dat heb ik gedaan. De kinderen, en je merkt gewoon aan ze dat de muziek gewoon in ze zit en dat ze het super leuk vinden om met ritme bezig te zijn en met muziek bezig te zijn en te dansen. Dus dat was echt heel erg leuk. En daarna heeft Roos het overgenomen. Ja, gezien mijn geweldige blokfluitkwaliteiten. Ja, dat wist niemand dat die weer van pas zouden komen hier in Zambia. Maar iemand heeft hier een stuk of 12 blokfluiten van die plastic gevallen gedoneerd. Een aantal jaar terug. En die hebben stof liggen happen tot vandaag. En nou, dat vond ik natuurlijk helemaal leuk. Dus we hebben de G, de A en de B is dat volgens mij. And now there's two fingers. One, two. Number one. Punta squabat kondo tu ikete. One, two. Not chimbina chikatena pakakata. Not three. Dat hoef ik even te doen. Ik heb niet de noten benoemd, maar in ieder geval klonk het echt geweldig, yeah. Prachtig mooi. En af en toe heel vals. Dat ook, maar ze hadden lol. Daar gaat het om. Dat wel, daar gaat het om. Ja, was echt leuk, hè? Dat was heel leuk. Ja. Doe we snel nog een keer. Yes. Doei. Doei. Number 10.